Goeiedag, het is vandaag woensdag 28 februari. En dat is de laatste dag van de meteorologische winter. Maar goed, hier wintert het nog wel even door. En wij worden vandaag getrakteerd op echt fantastisch keizerwetter. Een van de mooiste pistes hier in het gebied van Westendorf. Dat is toch wel de Key West. En daarmee heb je aansluiting richting Kirchberg. En met de skibus gaan wij richting Kirchberg, de Pingelstein. En met een klein kwartiertje ben je vanaf de Key West weer boven bij de Pingelstein 1. En wat is het hier mooi. We hebben de oversteek weer gemaakt richting Jochberg met de 3S-baan. En wij gaan nu de afdeling Wachtstedt doen. En die kan ik iedereen aanbevelen, want het is een geweldige piste. En als je van snelheid houdt en als je van carven houdt, dan is dit de piste waar je dat moet gaan doen. Onthoud die naam, de Wachtstedt in Jochberg. We zijn weer boven bergstation Wachtstedt aangekomen. En deze beelden herkennen jullie vast wel van de webcamcamera van Jochberg, die we vaak laten zien. Wij staan bij de Berenbad Kogel. Dat is nog steeds in het skigebied van Jochberg, waar wij weer gaan keren hier richting Westendorf te gaan. Maar je hebt hier ook nog een heel mooi uitzicht op het prachtige gebied van Resterheuyen, Pastoorn. Dat ligt daar aan de overkant. De meest linkse piste die je daar rechtdoor ziet. Een klein beetje inzoomen. Daar kon je al skiën op 14 oktober. We zijn weer terug aan de kant van Kirchberg. En wij vervolgen onze reis weer richting Westendorf. Dit is de afdaling Brun met de gelijknamige lift. De meeste skiers, boarders nemen toch deze lift weer omhoog. Terwijl er achter mij een geweldige piste ligt richting de Pingelstein. Die zouden jullie echt eens moeten nemen. Het is een blauwe, dus neem ook vooral de kinderen mee. Wij moeten even wachten op de bus die ons richting de Key West brengt. Maar op dit bord kun je zien dat alles open is. Dat is niet alleen vandaag zo, maar het is al het hele winterseizoen. Met dit prachtige panorama wat ik hier voor me heb, gaan we afsluiten. Ik zit overigens weer in Westendorf. We hebben vandaag weer een topdag gehad. Vanuit Schieweld gestart, de bus gepakt bij de Key West. En dan ook nog het gebied van Kirchberg en Jochberg doorgenomen. En de pistes, die waren vandaag echt een droom. En daarmee wil ik afsluiten. Ik zeg maar weer de groeten.